dat ik een punt hoorde en heel snel voor een interruptie tussendoor kon van de heer Veldbrief. Oh, interruptie tussendoor, het is geloof ik mijn eerste interruptie, of tweede. Voorzitter, heeft de heer Vlottes enig idee hoeveel die extra schijf, dat extra schijfje, wat dat kost? Ongeveer in miljarden. Ja, Vlottes. Nou, voorzitter, voor de totale lastenverlichting trekt deze coalitie, en daar ben ik trots op, voorzitter, 6 miljard uit. Nee, het gaat even over dat miljard... schijfje. Het gaat even over dat schijfje. Ja. 2 miljard, hè? Meneer Veldbrief, meneer Vlottes is nu het woord voor de antwoord. Ik stel een vraag, ik wil graag een antwoord. Voorzitter, er gaat zo'n 2 miljard naar de extra schijf in inkomstenbelasting, voorzitter. En dat is goed nieuws. Dat merken alle inkomen. Ik begrijp dat de heer Veldbrief ongeduldig is. Ik wacht even. U heeft antwoord gegeven op de vraag, want ik wil graag door met mijn vraag. Weet u wat ongeveer de btw-verhoging kost aan gezinnen en bedrijven? Heer Vlottes? Ja, voorzitter, het is net een quiz. Ja. Maar goed, dan pak ik hem even door, voorzitter. Kijk, zo'n btw-verhoging, daar kunnen mensen dan zelf kiezen waar ze dat aan uit willen geven. En ik begrijp dat dat wat kritisch ligt bij zo'n D66, als natuurlijk de dingen op cultuur, de btw omhoog gaat, snap ik. Niet zo kinderachtig. Nou, ik ben kinderachtig, voorzitter, ik begin geen quiz. Voorzitter, dat begrijp ik, dan mogen de mensen daar zelf voor kiezen. Waar het ons om gaat, is dat de mensen thuis erop vooruit gaan. En dat gebeurt met deze maatregelen, voorzitter, en daar zijn wij trots op. En dan ga ik verder, voorzitter. Dus de heer Vlottes is blijkbaar niet gewend aan interrupties, maar die hebben we hier ook. De heer Vlottes maakt een punt, die zegt, wat is het toch fijn voor mensen dat ze zo'n lage, kleine eerste schijf krijgen. Wat fijn. Ik probeer alleen maar het punt te maken dat die schijf net zoveel oplevert als het btw kost. Dus het zou netjes zijn als de heer Vlottes dat ook even had genoemd. Maar dat vergat hij even in het lijstje, want dat kwam niet goed uit. Dank u wel. Voorzitter, helemaal niet. Ik ga over mijn eigen beantwoording. En ik beantwoord ook zoals ik dat zelf wil, voorzitter. En daarmee blijft natuurlijk de keuzevrijheid, juist met die hogere btw. Dan mogen mensen zelf kiezen waar ze dat aan uitgeven. Want dat is dan even, dan pak ik hem door, voorzitter, zal ik maar zeggen. Dan heb ik nog een interruptie van de heer Dijk van de SP. Ga uw gang. Voorzitter, de gemiddelde...